Ekans, Serpent, Serpent gameplay. Haha, goeie grap. Hallo mensen van GamingSB. Welkom bij deze aparte video. Ik ga jullie vandaag laten zien welke Pokémon kaart ik had. Hier staan, ja, de dingen. Dit is een van mijn favoriete kaarten. Als ik hem eruit krijg met één hand. De Charizard X. Hier, ja, deze vind ik gewoon heel mooi. Ja, dat is logisch. Ja. Dan heb ik hier nog een hele stapel met gewone kaarten. Dit is nog een X-kaart. Die hoort daar goed bij. En dit zijn allemaal glimmende. Laat ik gewoon beginnen met mijn gewone kaarten. Dit is ja, gewoon een NG-kaart. Dit is Nuzleaf, Sableye, Sneasel en Stunky. Ja, dat is niet zo heel speciaal of zo. Dan gaan we nu naar gras. Ik heb heel veel van gras, heb ik al gezien. Hier een Skizzard. Dit is wel een van mijn favoriete gras-Pokémon, denk ik. Denk het wel. Hier een Ariados. Nou, mooi. Kan ermee door. Silcoon. Jammer. Dit is gewoon. Ja, deze Pokémon is gewoon jammer. Kakuna. Weeping Bell. Een hele oude. Deze. Hier ben ik toch wel een beetje trots op. Een Scyther. Dat is ook een van mijn favoriete gras-Pokémon. Turtwig. Nou ja, niet zo heel speciaal. Dit is echt een Cup-Pokémon. Dit eigenlijk ook. Cherubi. Nou, dat kan ermee door. Surskit. Oké. Okay. Wurmple. Ook oké. Okay. Ja, weer Cherubi. Deze is jammer genoeg gescheurd, maar wel een hele oude Pokémon kaart. Een Bellsprout. Nou, dan nog een Weedle, een Hoppip. En dat waren allemaal gras Pokémon. Dan gaan we nu verder met de vuur Pokémon. Mijn favoriete Pokémon type. Charizard. Ja, dat is toch, ja, dat is gewoon mijn favoriete Pokémon. En die heb ik wel 2 keer. Dus daar ben ik wel blij mee. Dan heb ik nog Charmeleon, Magmar, Growlithe, ook een van mijn favoriete Pokémon. Monferno, nog een keer Growlithe, dit is weer een hele oude. Ponyta, Chimchar, Torchic, deze is nep zoals je hier kunt zien, maar alsnog vind ik hem wel leuk. En dat was vuur. Vuur heb ik er dus ook niet zo heel erg veel van, maar dat maakt niks uit. We gaan gewoon door met water. Hier heb ik een Glaceon. Dit is eigenlijk ijs volgens mij. Dus dit klopt niet helemaal. Maar oké. Okay. Seaking. Wartortle. Ook vet Pokémon. Marstomp. Kan ermee door. Seaking. Nou, dit is gewoon een Cup Pokémon. Shellos. Ook wel leuk. Psyduck. Piplup. Weasel. Spiel, dit was vroeger een van mijn favoriete Pokémon. Nu valt het wel mee, omdat ik nu ook meer Pokémon's ken. Ja, Barboach, Piplup nog een keer. En Poliwag, weer een hele oude. Dan gaan we nu naar Normaal. Normaal, dat klonk heel raar. Maar oké. Hier heb ik een Snorlax, een Kangaskhan. Dit is trouwens ook een hele vette Pokémon. Gabite, Loudred, Lickitung, Raticate, Girafarig, Teddy Urza, Gibble, Bunnery, Glammeow, Doduo, Starly, Hoothoot, Cleffa en Rattata. Die Pokémon die niemand wil. Ja, dat is gewoon waar. Van deze heb ik het meest van normaal. Van ja, Rattata soort. Al kun je het niet echt een soort noemen, vind ik, maar oké. Okay. Electris heb ik ook wel een paar. Electabuzz, vet Pokémon. Pikachu, Voltorb, Shinx, Pikachu, Joltik, ook weer een Pokémon. Magnemite. Zoals je misschien wel hoorde, ik vind alle nieuwere Pokémon kaarten en Pokémons niet echt leuk Pokémon. Maar ja, dat ligt gewoon. Ik ben meer van de old school Pokémon. En ja, generatie 4 kan nog wel. En Mega Evolutions vind ik trouwens ook op zich best wel vet. Hier heb ik er zoveel van, hè, van deze energies. Dusclops. Nog een keer. Nidorina. Dit is eigenlijk Poison, dus ik weet niet waarom die hierbij dingen zit, maar oké. Okay. Spiritomb. Roselia. Bronzor. Krogunk, ook Poison volgens mij.
deze ook potion. Shivet is wel psychisch. Mind Junior, Subat heb ik twee keer, dat wist ik al nog. En Mind Junior. Ja. En dan heb ik hier geen energy van, om maar zo te zeggen. Onyx, Pupitar, Sudowoodo, Solrock, Hippen. Nou ja, kan ik niet echt goed uitspreken. Maar je ziet het vanzelf wel. Lavitar, Chikorita. Ik wist nooit dat dit een vecht- of grond-Pokémon was. Hier heb je Steel. Dit zijn wel echt hele vette Pokémon. Laren, Beldum. En dit zijn mijn supporters of trainers. Dat boeit mij niet zoveel. Dus ja, dan gaan we nu naar de glimmende. Dit is Drapion. Roserade van de gymleader. Ik weet niet meer hoe zij heet. Koffing. Ekans. Serpent. Serpent gameplay. Haha, goede grap. Voetsel. Mantine. Marstop. Die heb ik ook gewoon. Manaphy. Psyduck. Goldeen. Weasel. Raichu. Die is trouwens ook wel vet, die art. Maar ja. Magneton. Luxio. Jammer, deze is namelijk een beetje stuk. Maar verder is die wel leuk. Dusknoor. Dusknoor nog een keer. Dusknoor nog een keer. Veel Dusknoor. Termeco. En dit zijn weer supporters en al dat soort onzin. Dit was mijn video over de Pokémon kaarten. Vond je dit leuk? Doe dan een like of zo, weet ik veel. Ik ben ook geen expert. Ik zeg wel gewoon later. Later.